is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, three things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. Now, actually, here it is, but we're going to leave it there for now. So, before we get into it, let me talk about a category of things. The most advanced phones are called smartphones, so they say. And they typically combine a phone plus some email capability, plus they say it's the internet, sort of the baby internet, into one device. And they all have these plastic little keyboards on them. And the problem is that they're not so smart, and they're not so easy to use. So if you kind of make a business school 101 graph of the smart axis and the easy to use axis, phones, regular cell phones, are kind of right there. They're not so smart, and they're, not so easy to use. But smartphones are definitely a little smarter, but they actually are harder to use. They're really complicated. Just for the basic stuff, people have a hard time figuring out how to use them. Well, we don't want to do either one of these things. What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. This is what iPhone is, okay? So, we're gonna reinvent the phone. Now, we're gonna start with a revolutionary user interface. It is the result of years of research and development. And, of course, it's an interplay of hardware and software. Now, why do we need a revolutionary user interface? I mean, here's four smartphones, right? Motorola Q, the BlackBerry, Palm Treo, Nokia E62, the usual suspects. And what's wrong with their user interfaces? Well, the problem with them is really sort of in the bottom 40 there. It's this stuff right here. They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there. And they all have these control buttons that are fixed in plastic and are the same for every application. Well, every application wants a slightly different user interface, a slightly optimized set of buttons just for it. And what happens if you think of a great idea 6 months from now? You can't run around and add a button to these things. They're already shipped. So what do? It doesn't work because the buttons and the controls can't change. They can't change for each application, and they can't change down the road if you think of another great idea you want to add to this product. Well, how do you solve this? It turns out we have solved it. We solved it in computers 20 years ago. We solved it with a bitmap screen that could display anything we want, put any user interface up, and a pointing device. We solved it with the mouse, right? We solved this problem. So how are we going to take this to a mobile device? Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen.
Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. We're going to touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. You don't need a stylus. It's far more accurate than any touch display that's ever been shipped. It ignores unintended touches. It's super smart. You can do multi-finger gestures on it. And boy, have we patented it. So we've been very lucky to have brought a few revolutionary user interfaces to the market in our time. First was the mouse. The second was the click wheel. And now we're going to bring multi-touch to the market. And each of these revolutionary user interfaces has made possible a revolutionary product: the Mac, the iPod, and now the iPhone. So, a revolutionary user interface. We're going to build on top of that with software. Now, software on mobile phones, software that's at OS 10. It already knows how to power manage. Okay, we hebben net een grote deel van de presentatie van Steve Jobs van de eerste iPhone gezien. Zo begint het in 2007. En nu kom ik met een video aan van welke iPhones ik je aanraad en welke je van je lijstje kan afschrapen. Meewijs spreek deze, de iPhone 6S, 32 GB. Koop deze gewoon niet meer. Het is een iPhone wat al vanaf 2015 is. De chip is er al lang mee opgehouden en hij ziet er niet meer al te fijn uit. En hij is zo klein. Dus mee van deze iPhone. Wat zie je verschillen? Geen verschil zit te zien. En mee dus van die iPhone afscheid. Net zoals met deze. 64 GB. En je kunt hem in verschillende soorten kleuren kopen. Is misschien wel leuk. Maar doe het niet meer. Of de iPhone 7 van 2016. De chip is al lang vergaan. De chip doet het niet meer. Hij doet het nog wel, maar hij geeft geen nieuwe updates meer. Want hoe zou ik het zeggen, het kan nog maximaal misschien nog een jaar mee, de iPhone 7. Nu tikt hij veel goedkoper aan. Maar heb je er nog wat aan? Nee. Je kunt er misschien leuke kleurtjes kopen en nog misschien nog een jaar mee doen. Maar is het je geld waard? Nope. Want je wilt nou nog een oude iPhone hebben wat al heel lang niet meer mee kan gaan met de moderne tijd. Of deze, de iPhone 8. Dus de iPhone 8 en de iPhone 8 Plus. Twee mooie jetlag modellen. Een paar verschillende soorten kleuren kun je kopen. En het is gewoon misschien een gigantisch mooi ontwerp. Maar heb je er nog wat aan? Als consument zijnde? Nee. Want moet je zien. Een paar kleuren kun je nog kopen. Je kunt bepalen hoeveel gigabyte je wilt hebben. Maar de chip houdt ermee op. Of de iPhone X modellen. De X of de X. Of de X Max. Mee afscheid van ze. Want moet je eens kijken. Het is gewoon een hele oude telefoon van 2017. En 2018.
een jaar. 2019, 2 jaar. Dus 2018, 1 jaar. 2019, 2 jaar. 2020, 3 jaar. 2021, 4 jaar. Dus volgend jaar houdt de chip ermee op. Je kunt hem misschien nu lekker goedkoop kopen. Maar ja, daar loop je wel risico mee. Dat volgend jaar de chip en de software niet meer ondersteund wordt voor... Wordt het iOS 15 meegaat. Ja, het is misschien een heel mooi toestelletje. Welke iPhone ik je best kan aanraden is de iPhone XR. Van 2018. Want die gaat nu nog 2 jaar mee. De iPhone XR. En dat is een van de beste telefoons die er nog op dit moment is. En je kunt hem in een paar verschillende soorten kleuren kopen. Zoals rood. En man, wat ziet hier in de rood mooi uit. En hij is van 2018. Dus hij gaat sowieso nog 2 jaar mee, de chip. Hierin zit gebouwd. En ja, ik zeg het niet om mensen te pesten of zo. Maar ik heb wel op bepaalde dingen gelijk. Of de iPhone 11. 11 Pro en 11 Pro Max. Die zijn nu lekker gedaald qua prijsverhouding. En ik zou zeggen, mee een iPhone 11. Of een iPhone 11 Pro of een iPhone 11 Pro Max. Want ja, ze gaan nog jaren mee. Ze zijn van 2019. En nu, ze gaan nog minstens nog tussen 3 en 4 jaar mee. Ligt er ook hoe je ermee omgaat. Dus koop hem vooral. En hij ziet er heel mooi uit. Hij heeft 3 camera's. En wat zo knap is, dat je met alle 3 de camera's en met de frontcamera een film kan opnemen. Dus je kunt een hele documentaire van maken. En dat is knap voor een smartphone van een paar duizend euro's. Of de iPhone 12 serie, de iPhone 12 mini, de iPhone 12 of de iPhone 12 Pro of de iPhone 12 Pro Max. Nou, dan zou ik zeggen, koop er een van die modellen. Dus van 2020, de chip gaat ook lang mee. En ze zijn allemaal op iOS 14.5. En mocht je nou als persoon zijnde of als telefoonliefhebber iets willen hebben en ben je nog gewend van het oude iPhone 8, iPhone 6S, iPhone X of iPhone 8 gewend zijn, dan wil je echt nog een redelijke beste telefoon met de A13 chip Bionic 13 chip in, dan zou ik voor de iPhone SE gaan. En niet deze iPhone SE, want moet je eens kijken, hij is van 2016. Die gaat minstens dit jaar nog mee en dan houdt hij ermee op. En naast dat is hij ook gewoon poep en poep lelijk. Want je wilt nou zo'n telefoon hebben met die kant, met de Apple logo erin als kleur. En de zijkanten zijn zwart. Wie wil het nou? Zo kun je het ook zien. Roze met wit. Of grijs en wit. Of goudgeelachtig met wit. En wie wil nog zo'n smartphone? Ik niet. En ik denk de meeste mensen ook niet meer. Mijn persoonlijke voorkeur gaat ook... Als je een goedkope iPhone moet hebben, de iPhone SE. En waarom? De iPhone SE heb je in 3 verschillende soorten kleuren. Maar hij is niet de allerbeste, hoe heet dat? Moet ik wel even bij zeggen, hij is niet de allerbeste in schermen en dergelijke. Hij is niet de grootste. Hij is
4,8 inch. Oh wacht, 4,7. Ja, 4,8. Ja, naast dat, hij is niet meer, hoe zou ik het zeggen, met de tijd van nu. Want hij heeft gewoon, hij is misschien niet altijd met de tijd mee van dit jaar. Van qua grootte en specs en dergelijke. Maar hij wil nog een redelijk goede batterij. Een scherm waar je jaren nog lang voor plezier kan krijgen. Maar hij is niet het allergrootste scherm. Maar hij heeft wel een goede camera. Nog de Touch ID knop. Komt waarschijnlijk bij de iPhone 13, heb ik gehoord. Ook waarschijnlijk een Touch ID. En misschien hopelijk 4 camera's. Ik mag het hopen. En je krijgt allemaal nog dingen erbij bij deze iPhone. Zoals oortjes. Een oplader, oplaaddraad. En hij heeft Bluetooth. Logisch, elke telefoon heeft Bluetooth. En als ik echt een keertje mag switchen naar Android naar iOS. Dan gaat mijn persoonlijke voorkeur echt naar een iPhone SE. En waarom zullen mensen gaan vragen? Omdat de iPhone SE een van de, hoe heet het, beste smartphones is. Onder de, hoe heet het, onder de 600 of 800 tot 1000 euro. Het is een goede smartphone dat nog 4 jaar lang nog meegaat. Misschien wel langer zelfs. Als je ligt eraan ook hoe je met de telefoon gaat. Als je hem alleen gebruikt voor bellen en voor WhatsApp en verder voor niks. Dan is het een goede smartphone dat misschien dan wel zelfs 7 jaar meegaat. Maar het is zo verschillend. Ik heb ook waarschijnlijk gehoord dat een iPhone SE Plus uitkomt. En die krijgt een beetje het ontwerp van de iPhone X, heb ik gehoord. Dus 2 camera's aan de zijkant. Een volledig randloze scherm. En geen Touch ID meer, maar misschien weer Face ID. En dan veel goedkopere versie van. Een grotere scherm, 5,5 waarschijnlijk. Maar ja, mijn persoonlijke voorkeur gaat naar de iPhone SE als ik hem mag hebben. Als ik hem kan krijgen. Dan neem ik hem wel in deze kleuren. Dan neem ik hem in het rood. 200. Anders ga ik nog even spreken. En ja, dit is een hele goede telefoon. Hij ziet er mooi uit. Hij is niet de allergrootste. Maar dat is niet zo erg. Het gaat mij meer om van dat hij lekker in hand ligt. Want ik heb nu een Samsung telefoon, een A71. En hij is gewoon te groot. Want ja, hiervoor had ik een Samsung Galaxy A20e en die paste ik nog prima in de hand. Maar deze is te groot voor me geworden. En ja, het is misschien raar om te switchen misschien van een Samsung telefoon en een keer naar een iPhone. Maar ja, je moet zelf kunnen kijken om een keertje te upgraden. En dan hoort gewoon deze bij. Maar we gaan het allemaal zien. En ja, doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet zeker weten niet te abonneren. En doe een like. En dan zeg ik één ding. Laatst.